In dit 150 jaar Amsterdamse bedrijf kunnen bezoekers zich een goede indruk vormen hoe het edele mineraal dat diamant wordt genoemd in vroeger tijden geslepen werd. Nadat de oude vakman een stukje gesmolten soldeer deze vorm gegeven had, plaatste hij daarin de ruwe diamant. Een steentje waaraan 58 facetten geslepen moeten worden voordat het de naam briljant waardig is. Was de gloeiend hete dop eenmaal in koud water afgekoeld, dan zat de steen er muurvast in en kon het geheel met de bijbehorende koperen steel naar de slijper. De slijpschijf werd in het begin van de vorige eeuw door vrouwenkracht aangedreven. Later kwamen daar paarden voor, daarna de stoommachine en tegenwoordig draait die op een elektromotor. Het valt op dat elke bewerker 4 stenen tegelijk slijpt, een precisiearbeid die een geoefend oog vereist. In deze moderne fabriek staat een batterij zaagmachines waarmede de ruwe steen in tweeën wordt gesplitst en zo zijn eerste vorm krijgt. De vrouwenhanden bedienen de snijmachine, een vinding van deze diamantair, waarmee aan de steen nog meer vorm wordt gegeven. Vele jongeren leerden in deze wereldvermaarde slijperij het vak van diamantbewerker, dat nu niet alleen een edel, maar ook een lonend beroep is. Zij behoren tot de 80 vakmensen die in deze fabriek helpen de naam van Amsterdam, het oude, wereldberoemde diamantcentrum, hoog te houden. De vele toeristen die dit 150-jarige bedrijf plegen te bezoeken, vinden er ook een permanente expositie. Deze tentoonstelling bevat onder meer een steen ter waarde van 20.000 gulden, een zogenaamde antieke roos. Het pronkstuk is echter een embleem van de Verenigde Naties, waarin 5180 briljanten zijn verwerkt. Ons land telt vele Chinese restaurants en dat bewijst wel hoezeer bij ons de Chinese schotel in trek is. Het Chinese schoteltjespel Yonggi Yonggi vindt kennelijk ook steeds meer aftrek in ons land. In de Jordaan bijvoorbeeld was men er als de kippen bij om een Yonggi Yonggi wedstrijd voor de jeugd te organiseren. De meeste van de Jordanetjes schotelden ons de nieuwe rage al fraai voor. Maar een kleine minderheid had liever een bordje pap gehad. De jury moest tot haar spijt een van de deelnemers die van zijn stokje ging disqualificeren. Omstuurd door een warmbloedige buurtgenoten kregen tenslotte Rudy Smit en Joker Liepen elk een verfdoos als eerste prijs. Rudy Smit diende bij wijze van toetje nog één keer zijn schotel op. De zonnige sfeer van Zandvoort aan de Zee in de zomer verplaatste zich voor enkele uren naar Amsterdam aan het IJ, naar het Raaigebouw, waar welgevulde badpakken werden getoond tijdens een uniek feest dat gehouden werd onder de naam een voorzomernachtrol. De details van de nieuwe badmode ontgingen ons bij de aanblik van de charmante draagsters. Aanvankelijk kon Donald Jones er nog niet mee weglopen, maar later kreeg een van de nymfen zelfs de welbekende Dinky in haar macht. Voor deze droom in Raai aan Zee hadden 300 mensen elk 27,50 gulden betaald. Nou, ze kregen waar voor hun geld. Velen voelden er ook veel voor deze korte vakantie in dachter een gevleugeld woord te verlengen. Alleen balletdanser Appie Mol zat er maar mee. Bij gebrek aan zee stortten de meeste strandbezoekers zich daarna in de ritmische golven van de moderne dans. Anton Geesink nam menige dame in de voorgeschreven heupgreep en Co van Dijk speelde in deze midzomernachtdroom een nogal clowneske rol. Een voorproefje van het badseizoen. Dat was voor vele prominente landgenoten deze zwoele voorzomernachtdroom in de Raai. En voor de rest, zand erover. België deed de aftrap in de 88ste wedstrijd tegen het Nederlands elftal in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het zou een wedstrijd worden waarin beide teams gelijke kansen hadden. Dat was de algemene verwachting. Zelfs veteranen als Kik Smit en Bep Bakhuis hadden zich niet durven wagen aan een voorspelling die al te rooskleurig was voor Oranje. De Nederlandse voorzichtigheid scheen alleszins gerechtvaardigd te zijn, want de zwartgeboekte Belgen hadden kennelijk nog het fraaie gelijkspel in de benen dat zij op 1 maart tegen Frankrijk behaalden. Ze demonstreerden al in de eerste minuut een tal van fraaie combinaties. Zij speelden en de Nederlanders lieten met zich spelen tot grote ongerustheid van de Oranje supporters.
die niet wisten hoe ze het hadden. Mocht het onze jongens nu dan gelukken een aardige aanval op te zetten, het lukte hun niet de Belgische doelman van de stappen te verschalken. Telkens weer dreven de Rode Duivels met onstuitbaar elan de bal naar het heiligdom van Frans de Munck, die hier gered werd door de doelpaal. Nerveus volgde het Nederlandse publiek de verrichtingen van onze voorhoede, die er maar niet in kon komen en die zich alsmaar de bal afhandig liet maken. Dat Belgische overwicht dat met de minuut groeide, leidde kort voor de rust tot het moment waarin Mitvoor Koppens met een listig hakballetje links binnen Wegeja zijn grote kans gaf. De gasten, die beslist niet van plan waren om bondsvoorzitter Schreuder, die juist jarig was, een Nederlandse overwinning cadeau te geven. Ook na de rust konden Van der Hart en zijn spelers hun vorm maar niet terugvinden. Geïnspireerd door het voorbeeld der Belgische voetbalsterren gaf de oud-filmster Lilian Having een prachtig stukje spel weg toen de 20-jarige rechtsbuiten gooivaart keeper de Munck liet vissen. Ja, het was een zalig doelpunt. Het was magnifiek dat België vandaag eens revanche ging nemen op het in het najaar tegen ons geleden nederlaag. Zo zag het er inderdaad naar uit, maar het zou nog 10 minuten duren en toen werd het bewijs geleverd dat voetbal een geluksspel is. Nederland kreeg zowaar weer eens de bal te pakken, kijk maar. En met die bal wist doelman van Verstappen geen raad, maar Abel Lenstra wel. 2-1 was de stand geworden. De eer was alvast gered. Meer mocht er van dit Nederlands elftal niet worden verwacht. Daar zag het trouwens niet naar uit, want de Belgen bleven sterker, hoewel onze landgenoten er langzamerhand wel wat beter in kwamen. En eindelijk lukte het onze jongens ook eens een keer de Rode Duivels te pakken te nemen. En voor hun euvele moed werden zij, zij het ook niet verdiend, toch nog door de geluksgodin beloond. Een schot van Rijvers, 7 minuten voor het einde, werd door de paal gekeerd, maar met succes gevolgd door een kogel van Van der Linden, die daarmee de stand in evenwicht bracht. En in die enerverende laatste minuten raakten de Belgische pechvogels helemaal de kluts kwijt. Eén probeerde daar zelfs te handballen. Het was Hens. Maar Nederland kreeg geen strafschop toegewezen om misschien nog 3-2 te maken. Nou ja, het was mooi geweest, 2-2, tegen een elftal dat beduidend sterker was,